Ik ben fan van The Lord of the Rings van Tolkien. In de Ban van de Ring in het Nederlands. Ik heb dat boek gelezen en herlezen. Het ligt op mijn nachtkastje. Ik lees het al vanaf mijn 18e eigenlijk en ben nu 58. Dus ik ben er 40 jaar al mee bezig. Ik vind het een heel mooi verhaal. Omdat je er lekker mee weg kunt dromen uit je drukke bestaan van werken en leven. En dan slaap ik lekker in. Het is een mooi verhaal omdat het vertelt over avonturen van hobbits en elfen en mensen en dwergen. Een mooi verhaal over goed en kwaad. Een mooi verhaal over prachtige landschappen die geschilderd worden door de schrijver in zijn verhaal. Het gaat ook over vriendschap en trouw en verraad. En heel mooi. De Hobbit heb ik natuurlijk ook gelezen als voorafje. Dat kun je al lezen als je 12 jaar bent of ouder. En als je dat een leuk verhaal vindt, kun je daarna in de Ban van de Ring gaan lezen. Prachtig verhaal.